Een plant ultra. Vin Ultra review. Vandaag gaan we naar Vin Ultra's huis voor een tour. Goedemiddag Vin Ultra. Goedendag voor mij. Waarom ben jij hier? Ik kom een roomtour zoeken. Nou, dit is een kamer. Kom maar reviewen. Hallo iedereen, Vin Ultra hier. Vandaag in natuurlijk de kamer waar ik cactusvideo's heb gemaakt. En ook mijn oude video's toen ik helemaal begon in het begin. Nu heb ik alleen nog een fan. Maar hoe dan dat ding. Dus, zoals jullie kunnen zien. Dit is voorwerpen is een roomtour, geen pandreview. Zoals je ziet, we hebben alles, ook mooie memorabilia van voorwerpen, zoals Jurassic Beetle. Perfect. Ik grom, want het is een dinosaurus. Ja, zoals je ziet, ik hou van mijn olifant, ik hou van dieren, ik ben echt dierenliefhebber. Mijn bed is niet gemaakt, maar niemand boeit daar toch om. We hebben hier natuurlijk de televisie en consoles waar ik jaren op Minecraft gespeeld heb. Hè, logische wijze, want ik hou van Minecraft spelen. Ik ben een gaming YouTuber geweest. Dus ik speel games. Hè? Zoals je ziet, dit is de gang waar ik altijd naar beneden kon gelopen. Maar voor mij heb ik die waarschijnlijk al laten zien. En dit is de kast vol met mijn videogames, manga, anime, want ik hou gewoon van allemaal dingen. Moet je mijn transacties laten zien? Dat was een goedkoop spel. Goed zo. Zo, zoals je ziet, dit zijn mijn videogames. Die zitten in mijn boekenkast. Samen met mijn boeken. Want daarom is het een boekenkast. En mijn Pokémon Go ding die ik gestolen heb van, ik bedoel gekregen heb van mijn verjaardag. Hoe kom je er überhaupt aan? Gekregen voor mijn verjaardag. Die kan je niet zomaar kopen, die dingen. Gekregen voor mijn verjaardag. Hoe heb je dat gekregen? Pokémon zelf gekomen. Jongens, dankjewel voor het kijken. Ik zie je allemaal later. Toedels. Hey. Hey, ik moet er een tour nog. Hey. Doei. Dat was de roomtour. Toedels.